Het Surinaams Pedagogisch Instituut die heeft er op deze maandag hun diploma-uitreiking gehad. En we hebben gehad 3 bestgeslaagde, 3 dames uit 3 verschillende districten. Wanica, Saramaka en Kommerwijnen. En zij vertellen hoe de 4 jaren zijn verlopen op het Surinaams Pedagogisch Instituut. Vervolgens spraken wij met de 2 heren binnen de groep, want we zien dat vrouwen binnen het onderwijs steeds meer terrein winnen, steeds minder heren kiezen voor het onderwijs. En we spraken ook met deze 2 geslaagden en zij vertellen dan over hun periode bij het Surinaams Pedagogisch Instituut. Ik ben Durga Angeli van klas SJB 2D en ik ben bestgeslaagde van het SPI. Ik ben Miraisha Samuj van klas SJB 2H en ik ben ook een bestgeslaagde van het SPI. Ja, en hoe voelt dit moment aan? Het voelt heel leuk aan. Ik ben trots op mezelf. En het is heel leuk af. Ik vond mijn schooljaren leuk. Dus het is heel goed afgerond. Ja, en voor jou, voel dit moment aan? Ik voel me heel erg trots aan. En ik ben heel erg blij. Ja. Wisten jullie vooraf dat jullie de best geslaagde zijn? Dus ik wist dat niet. Ik was dat een beetje een taai. Maar daarna ben ik toch wel als best geslaagde gekozen. Dus is echt iets dat ik voor het eerst heb meegemaakt en het is echt iets dat ik ben trots van, ik heb het toch dat zo ver geschopt. Ja. En voor jou? Ik had het echt niet verwacht, maar toen ik het hoorde, was ik like van wauw, was echt blij. Ja. Hoe heb je de 4 jaren ervaren op het SPI? Oh, ze waren zwaar, maar ze waren leuke momenten. Ik heb heel veel grapjes gemaakt, we hebben heel veel interessante dingen gedaan, want wij moesten ook. We hebben beide gedaan, we hebben bovenbouw gedaan en het onderbouw. Dus beide waren leuk geweest. En eens heb ik toch voor de bovenbouw gekozen, dus het is wel leuk. Het waren leuke jaren. En de 4 jaren voor jou? Het waren heel mooie en leerrijke jaren, waarbij je ook offers moest brengen, hard werken en vooral volledig inzetten. Ja. En hoe was je stageperiode? Het was leuk. Ik had kinderen. Ik kon meegaan met die kinderen. Ze zijn leuk. We hebben snoepauzes meegemaakt. Ik mocht optreden. Ik mocht lesgeven. En ik vond de stageschool wel hartelijk dat ze me hebben uitgenodigd om mee te doen aan hun projecten. Dus het was heel leuk. Heel leuke jaar op de stageschool. Hoe heb jij je stageperiode ervaren? Het waren leuke perioden. Die kinderen gingen mee met ons en zo. Ja, ik vond het wel. Ja. En wat nu voor jou? Wel, ik ga verder studeren. Ik wil wel verder studeren. Misschien ook werken. Beide in één, zodat ik wat kan bijwerken. Dat ik wat geld heb en mijn vader kan steunen. Want hij heeft ook veel gedaan voor mij al deze 4 jaren. Dus ik wil het ook teruggeven. En hij heeft hard gewerkt voor me, dus jawel. Ja. En wat ga jij doen? Ja. Ik wil wel werken en in de avond ga ik wel verder studeren. Ja. Kom. Je mag aansluiten. Ja. Dit is de 3e bestgeslaagde, als je even voorstelt. Ik ben Madhuri Shivprasad. En ik ben 20 jaar jong. Ja. Hoe voelt dit moment aan? Eerlijk gezegd, ik had niet verwacht dat ik beste zou zijn. En ik twijfelde ook of ik zou slagen. Maar dat ik vandaag hier sta, is een heel blij gevoel. Ja. Ja. U twijfelde dat je zou slagen. Waarom twijfelde je? Er waren sowieso minder leuke momenten, waardoor ik mezelf afvroeg van ga ik het wel halen of ga ik het niet halen? Ja, en dat heb ook gemaakt dat ik ging twijfelen. En toen u vandaag hoorde dat u ook behoort tot een van de best geslaagden, hoe voelt dat moment aan? Het is iets waarnaar ik altijd heb uitgekeken. En dat ik het heb behaald, mag ik sowieso trots op zijn. Ja. Welke herinneringen heeft u aan het SPI, de 4 jaren? Er zijn zoveel. Het vroeg opstaan vooral. Ja. Maar de docenten waren allemaal heel leuk, heel lief. En ik zal ze allemaal missen. Ja. En ik heb naar je speech staan luisteren. En jij hebt vooral een oproep gedaan naar een meer kindvriendelijk en student, maar docentvriendelijke leeromgeving? Ja, want als mens wil je altijd in een heel prettige omgeving werken. Het motiveert jou ook en stimuleert jou ook om elke dag aan het werk te gaan. Ja. En wat door jullie 3 speeches me is ook
bijgebleven is dat jullie elk uit districten komen. Dus dat betekent dat jullie heel vroeg al moesten opstaan. Jawel. Ja, we moesten heel vroeg opstaan. Eigenlijk 3:30 al, want we moeten nog klaar en moeten baden en alles in orde maken zodat we voorop staan om de schoolbus te nemen en naar school te gaan. En we moesten veel showen om les te geven, maar het is nog wel gelukt. Ja, van welk district ben jij? Saramaka. Ik kom van het district Saramaka. En jij? Ik ben van Wanika, Saramaka Polder. Okay. En ik ben van Kommerwijn. Dus drie dames uit drie verschillende districten die vandaag toch hoge prestaties of mooie prestaties heeft neergelegd. Ik vroeg het al aan je overige twee collega's. Wat ga jij doen nu? Ik wil wel sowieso verder studeren. Ik zal van het jaar met de hoofdacteopleiding beginnen. En van daaruit zullen we zien wat het wordt. Ja. Voor de studenten die nu in het examenklas zullen gaan, nu stage zullen lopen, welke advies heb je voor hun? Oké, ik zou zeggen, geef niet op. Het zullen wel zware jaren zijn, maar als je je diploma in handen hebt, weet je van, ik ben zelfverzekerd en ik kan niet voor de klas staan. Ik zal zeggen, doe heel hard je best. Het is niet eenvoudig en zet je volledig in. Spaar vooral niet op. Mensen hebben altijd gezegd dat het SPI een eenvoudige school is. Het is heel makkelijk, maar dat is hem helemaal niet. Dus doe je best en het zal jou ook lukken. Ik ben Prashant Banwari. Een student van het specialisatiejaar 2 bovenbouw van het SPI. Ja, en ook vandaag een van de geslaagden. Ja, natuurlijk. Ja. Jouw naam? Ik ben Abisona Raffino en ik ben van het specialisatiejaar onderbouw van het SPI. Ja. En we zien dat de vrouwen terrein winnen, meer vrouwen op het SPI. Daarom heb ik gezegd, nee, die mannen moeten ook een beetje interviewen. Jullie hebben wel ervoor gekozen om voor de klas te staan. Ja, dat is mijn droom geweest. Vanaf de lagere school is het mijn droom geweest om voor de klas te staan. En toen ik van de Milo-school geslaagd was, heb ik niet geaarzeld, heb ik me direct ingeschreven op het SBI. En omdat ik wist dat ik een leerkracht wou worden, en heb ik me ingeschreven voor het SBI. Ja. En voor jou? Dus voor mij was het niet echt een bewuste keuze van mij. Dus ik ben hier gekomen omdat ik geen enkele andere keuze had. Maar toen ik op het SPI ben gekomen, heb ik veel geleerd. Het is echt een leerrijke school. Dus ik heb veel geleerd en daarna ben ik echt van het werk komen houden. Ja, met welke herinneringen vertrekt u nu vanuit SPI? Het SPI, leuke herinneringen. Soms waren er ook herinneringen. Ja, ik had vanaf de eerste klas. Ik was vanaf de eerste klas heb ik echt leuke herinneringen. Soms zijn er wel momenten geweest die echt zwaar waren. Waarbij we bijvoorbeeld organizers moesten schrijven. Stages. Soms waren er ook pedagogen die soms, laat maar niet zeggen moeilijk. Maar ze gingen streng waren. Ja, streng waren en ze gingen echt veel eisen. Vooral in zo'n dure tijd waar alles duur is. En voor jou? Ja, dus het was echt een uitdaging voor mij vanaf het eerste klas. Dus ik moest echt hard mijn best doen om over te gaan tot de vierde klas. Dus in de vierde klas was echt een uitdaging voor ons. Want we moesten organiseren op tijd inleveren, alles organiseren, schrijven, slapeloze nachten. Dus we hebben het toch voldoen, we hebben het toch gedaan. Hoe was je stageperiode? Het was wel goed geweest. Er waren wel hier en daar onderbrekingen. Er waren de stageschool, waren er soms stakingen. Soms was er ook wateroverlast waardoor de stageschool gesloten was. Maar over het al was het wel goed. Was jouw stageperiode? Mijn stageperiode vond ik leuk, maar soms zijn er, u weet toch, een paar problemen ondertussen ons in de groep. Maar we hebben het uitgewerkt, we hebben het samen gedaan en we hebben elkaar geholpen. En zo zijn het, er was ook een paar leuke momenten en ook een paar slechte momenten waar er meningsverschillen zijn. Maar toch hebben we het samen gedaan en de hele groep is geslaagd. Ja, wat ga jij nu doen? Ik ga
kijk nog of ik een jaar ga werken en dan ga ik verder studeren. Dus je op het hoofdact of het IOL. Wat ga jij doen? Ik ga werken en verder studeren. Ja. Welke advies heb je voor andere jonge heren die misschien twijfelen om naar het SPI te komen? Vaak wordt het SPI gezien. De leerlingen die van de middelschool slagen kijken meer naar. Dus ze kijken alsof het wordt gekeken vaak. Ja, het SPI wordt gekeken vaak alsof het geen school is voor jongens. Waardoor er weinig jongens daar gaan. Want wanneer je van de MULO slaagt, gaat bijna iedereen naar het VWO of het HAVO. Ik zou ze aanraden om voor het SPI te kiezen. Het is geen slechte keus, want het is beroepsgericht. Na 4 jaar, als je diploma hebt gehaald, kan je direct werken of kan je voor de klas staan. Ja. Wat adviseer jij aan andere heren? Ik adviseer die andere heren van, ze zitten met een vooroordeel van SPI is moeilijk en zo. Is eigenlijk niet moeilijk, je moet je kunnen inzetten en 100% je best doen.